van het Rijnjournaal. Aflevering 65 of 66, maakt niet zoveel uit. Maar dit is een nieuwe aflevering. Hier en deze kinderen, die vier kinderen. Hun maken een film en staat niet op YouTube. Weet je waarom? Ik ga nu zeggen. Daar komt hij hoor. Ik ga nu zeggen. Finn. Dean. Vega. En eigenlijk Rico. Hun kan wel kans maken. Maar hun hebben wel heel veel geïnterviewd. Dus dat gaat eigenlijk niet lukken. Als het gewoon bijvoorbeeld 8 minuten of 6 minuten. Kan het wel of 7? Ja? Omdat, weet je waarom? Dat is te veel opslagruimte voor iedereen. Sommige telefoons kan je niet te veel video's te maken. Oh ja, je kan via randjournaal.nl een kaart sturen naar Senna van 5 jaar, hè, van de verjaardag. Maar wij hebben ook nieuws. Echt super nieuws. Ik ga vragen, Senna, mag ik aan randjournaal.nl wel iets veranderen? Niet, dit keer niet met jou, maar wel met iemand anders? Ja, dank je. Ja. Via Ryanjournaal.nl is Rico eigenlijk jarig. Rico? Ja. Morgen ben je jarig, hè? Nou, daarom ga even op Ryanjournaal.nl. Ja, eigenlijk morgen al, maar vandaag gaat het niet lukken. Morgen kan je gewoon een kaart sturen naar Rico de Vries. Rico van de Vries. Hij zit al jaren in mij in deze klas. Al jaren. Echt al 4 jaar in deze. En hij gaat toch niet over. Maar hij gaat wel naar groep 8. Dat was het van vandaag. Op Rijnjournaal.nl. Morgen kan je het weer doen. En het weer is in ieder geval morgen 6 graden. Dat was het. Hopelijk. Tot ziens. En ik zie jullie hopelijk morgen weer. Dag.